Goeiedag, voor vandaag staat een prima vakantieweerdag op het programma als je in Nederland op vakantie bent. Want de zon die schijnt volop in het oosten en noordoosten wat meer bewolking, stapelbewolking. Maar het lijkt overal droog te blijven. En het wordt zomers warm in het binnenland, zo'n 25 tot 27 graden. Misschien langs de Oostgrens in de achterhoek en 20, 28 graden. En vlak aan zee het minst warm, ook op de Waddeneilanden. Dan wordt het zo tussen 22 en 24 graden. Ook niet verkeerd, lijkt mij. De wind komt vandaag uit het westen tot zuidwesten, gemiddeld zuidwestelijk, zwak tot matig, 2 tot 3 boven. en aan de kust en ook op de waddeneilanden windkracht 4, misschien hier in het Waddengebied soms windkracht 5, een vrij krachtige bries. Morgen waait het gemiddeld matig uit het zuiden en wordt het warmer dan vandaag. Komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 15, plaatselijk kunnen weer wat mistbanken ontstaan en morgen wordt het tussen 25 graden op de Wadden en 30 graden plaatselijk in het oosten van het land. Dus dan is het Nederland gemiddelde zo'n 27 graden. En in de loop van de dag kan er een regen- of onweersbui vallen, maar in eerste instantie is er flink wat ruimte voor de zon. Maar later op de dag vanuit het zuidwesten een storing en daarop zijn een paar regen- en onweersbuien mogelijk. Vanaf woensdag is de kans op een paar regen- en onweersbuien groter. Tussendoor zien we af en toe de zon, maar heel wisselvallig allemaal. Dus ook tot in het weekend lijkt dat zo te zijn. En het wordt veel minder warm. Maximum temperaturen zo rond 22 graden. S'nachts koelt het af tot ongeveer 15 graden. Nou, dit zijn min of meer gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar, voor deze fase van de zomer. De wind is meestal matig uit het zuidwesten of westen. Op woensdag wat meer wind, gemiddelde windkracht 4, aan zee mogelijk windkracht 5 tot 6. Dus dan even wat meer wind. Bedankt voor het kijken. Fijne week en graag tot de volgende keer.